De wegenautoriteit heeft op dit moment geen geld. De kas is leeg. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat zelf de salarissen niet betaald kunnen worden. De wegenautoriteit doet elke maand een verzoek aan het ministerie van Openbare Werken om de salarissen via het ministerie van Financiën te storten. Die garantie? Maar het personeel is ook verdubbeld. We gaan waarschijnlijk ook bij de wegenautoriteit personeel afvloeien. Want dat is niet de bedoeling geweest van de wegenautoriteit om een sociale instelling te worden. En de bedragen, als dat rechtmatig is, zullen de betalingen plaatsvinden. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij stond woensdag journalisten te woord voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.